Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland. Af en toe zit er een gaatje in. En dat gaatje betekent uiteraard dat we de zon hier en daar nog wel even gaan zien vanochtend. Maar op veel plaatsen, dus toch overwegend vrij veel bewolking. Er valt een enkele bui in het zuidwesten, midden van het land en misschien ook wel in het noordoosten. Er zijn ook plaatsen waar het nog droog blijft. Vanmiddag op veel meer plaatsen buien en dan ook nog steeds aanhoudend tamelijk veel bewolking. Het wordt 19 graden langs de westkust, 22 in het uiterste oosten. Vanavond begint het langzaam wat meer op te klaren. Nog een enkele bui kan er vallen, in het zuidoosten misschien wel met onweer. Maar geleidelijk aan wordt het steeds vaker droog. Dan morgen een buiige dag. Met uh, vooral in de westkust toch wel kans op ruimte voor de zon. En in de middag blijft het daar misschien wel eventjes droog. Het wordt 19 graden en er staat een stevige wind uit het westen tot zuidwesten. Zondag draait de wind naar het noordwesten. En ook dan buien met een enkele klap onweer erbij. Temperatuur zondag slechts 17 tot 19 graden. Dat is ook de temperatuur voor maandag en dinsdag. En maandag vallen er nog geregeld buien. Dinsdag wordt de buienkans langzaam minder groot. Ik ben Marco Verhoef.